Ik was heel erg kwaad, ja, want ik bedoel, we zijn een voetbalclub en we doen het nog beroepsmatig ook. En er zijn mensen die weten dat wij beginnen vandaag. En als je er hier komt en je ziet dat, vind ik, mensen hun werk niet hebben gedaan, dan heb ik daar heel veel problemen mee. Ja. Ja. Wie neemt u dat kwalijk? De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn. De BV Sport? Als die er verantwoordelijk voor zijn, wel, ja. Tussendoor pakken we weer 8 minuten duurloop en zo maken we die vormpjes steeds verder af. Ja, je bent ongeveer 45 tot 50 minuten bezig. Rustig op loopschoenen heb ik geen probleem mee. We hebben een akkoord met FC Groningen over de huurvoorwaarden, alleen nog niet met hemzelf. Hij wil in eerste instantie wilde heel graag naar Cambuur toe, maar ik heb begrepen dat hij moet eerst nog overleg voeren met zijn vader. En die verkeert in het buitenland. Dus daar wachten we vandaag nog even op. Afhankelijk van zijn komst, dan is hij grotendeels rond. En dan kijken we even de komende weken aan of we nog een centrale verdediger erbij moeten hebben, ja of nee. Qua naam hebben ze weer leuk ingekocht, maar het is afwachten, je weet het niet. Ik denk dat je dat over een paar wedstrijden moet vragen. Ik denk dat je dan meer een beeld kan krijgen van de mensen. We hebben nu de eerste dag erop zitten en ja, ik ken Van Boksel ken ik. Ik denk dat dat zeker een aanwinst is. Heese, nou, de andere jongens heb je wel tegengespeeld, maar als je tegenspeelt krijg je niet echt een beeld van wat voor types het zijn. Dus ja, afwachten. Ja, ik heb natuurlijk op het puntje van de stoel gezeten, dat kan ik je wel vertellen. En, ik heb ook al menig sms'je gehad, 10 minuten voor tijd, de laatste wedstrijd. En toen kregen we nog even die deksel op onze neus. Dat is extra zuur, maar ik moet zeggen, het is ook wel leuk om het zelf te bewerkstelligen dit seizoen. Dus dat is misschien de mooie uitdaging van dit jaar. Ik ben met de Graafschap weggegaan en hem daar tegen het begin hier thuis gelijk laten zien dat ze een fout hebben gemaakt. Om jou te laten gaan? Ja, precies. Ja, goed, ze hebben ervoor gekozen om niet met mij door te gaan. En dat steekt een beetje? Nou ja, goed. Ik had het voor de rest goed voor elkaar. Ik had een nieuw huis daar alles, dus ik had het allemaal goed voor elkaar. Er werd me verteld dat het allemaal in orde was en uiteindelijk toch niet. En ik kreeg hier de kans om het dan toch te laten zien en waar te maken. En dan is het helemaal mooi om dat tegen de Graafschap de eerste wedstrijd gelijk te laten zien. Om te zeggen van, goh, ik sta te springen. Niet echt, maar dat komt in de loop van de week wel. Want op een gegeven moment wordt de beleving zo groot dat je vanzelf weer de grote wil en de grote plezier gaat beleven. U heeft er niet over nagedacht om je vandaag schooltjes ziek te melden? Moet ik eerlijk zijn? Nee. Nee.